Welkom allemaal. We zullen ons even kort voorstellen. We zijn een vrij bekend team van archeologen, Max, Jan en Thomas. Wij zijn afgelopen week opgebeld door PST, omdat men hier een lijk had gevonden eigenlijk onder de brug. Dat lijk is ondertussen getransporteerd naar het laboratorium. Men heeft daar testen op gedaan en nu blijkt dat daar een man lag, 50 jaar ongeveer. We hebben eigenlijk redenen om aan te nemen dat hij een Paaseilander was. Dus iemand van het Paaseiland. Zijn jullie bekend met het Paaseiland? Nee, een beetje, maar... Het is dus een eiland, dat spreekt voor zich, het ligt hier. Een dikke 2000 kilometer uit de kust van Chili. Maar toch is het een provincie van Chili. En dus de reden waarom dat je man hier ligt, dat zal mijn collega ook nog doen. Dus, zoals mijn collega al zei, het hoorde dus bij Chili en de Chilenen hebben slaven nodig en die komen zoeken in het Paaseiland. Die gebruikten de slaven voor jobjes te doen zoals daar maar waar het stond, van vogels af te krabben van de rotsen, dat is heel vruchtbaar voor de akkers. En aangezien we toen, toen was in de tijd van 1850 en dat heeft heel veel rumoer opgewekt. Hoeveel kritiek er is. Dus ze hebben die slaven, degene die overbleven, teruggestuurd. En degene die overbleven en zo. Wij denken dus dat onze doden van het Paaseiland, dus bij zijn terugreis naar het Paaseiland, ontsnapt is uit de vloot en zo via de straat van Magelhaas hier in België is terechtgekomen, in Antwerpen. En hier heeft hij dus de laatste jaren van zijn leven gesleten. Maar we denken wel dat er nog enkele archeologische vondsten te vinden zijn in onze archeologische. Als jullie mee willen komen zoeken, meer bij ons archeologisch. Kom maar allemaal mee. Moet je dus in onze site. Hier wordt ook een beeldje op gedaan. Dankjewel. Dat ziet er niet heel interessant. Ligt daar de toon mee? Het komt hier zo lekker. Ja, dat is zo. Dat is gewoon niet. Dat is. Dat is 10 punten waard. Ik kom aan het leren. Ik ben niet religieus. Ik kan niet op mijn haar. De kop op de nagel. Nagel op de kop. Nagel op de kop. Je hebt er nog wel enkele. Zou nog wel. Ja, Ik denk dat we allemaal enthousiasten en zo blijven kijken. Dus we hebben hier. Dit zien jullie eerst zonder getende. We hebben iets van alles gevonden, bijvoorbeeld een obsidiaanste. Dat is een vulkanisch gesteente van het Paaseiland. Want het Paaseiland is. Dat ga ik mijn collega Max even laten zien. Is dus ontstaan door vulkaanuitbarstingen. En hier is het zo'n krater. Ze gebruikten die obsidiaansteen voor van alles te maken, bijvoorbeeld vishaken. Maar met die, ja, dat ziet er niet echt uit en dat is ook echt enorm moeilijk om te maken en je kunt er eigenlijk ook helemaal niet zo goed vis mee vangen. En daarom voerden ze dus handel met schepen die voorbij Paaseiland vaarden voor dus een gewone simpele ijzeren vishaak, omdat dat wel echt goud waard was in die tijd op het Paaseiland. Ze maakten er ook mesjes van en ze gebruikten ook beenderen, dus botten van mensen of van dieren.
om dus ook werktuigen te maken, omdat dat ook enorm sterk is. Nu, wanneer u aan het paaseiland denkt, denkt u hoogstwaarschijnlijk aan de grote beelden die iedereen wel kent. Die zijn echt gigantisch groot, sommige wogen wel 80 ton. Die stonden altijd op een rij, op een verhoogske, met hun blik landinwaarts. En onder dat verhoogske lagen de beenderen van vroegere leiders begraven. Wanneer men dan die beelden vereerde, dan spreekt men eigenlijk van voorvaderverering. We noemen deze cultuur de beeldencultuur. En die is eigenlijk alleen maar mogelijk als er voldoende bomen zijn om die beelden te verplaatsen. Want die bomen dienden als rollers onder de beelden eigenlijk. Maar op het paaseiland leefden ook veel mensen. En er waren dus ook heel veel beelden. En op den duur waren de bomen op eigenlijk. En daardoor is de cultuur eigenlijk veranderd in een andere cultuur waar mijn collega in gespecialiseerd is. We hebben hier een ei gevonden dus. Een heel groot ei eigenlijk. Dus de cultuur is veranderd naar een vogelcultuur. Wij vermoeden dat er elk jaar dus een stroom van vogels kwam voor te broeden. 2 kilometer van het oorspronkelijke eiland, hier het broedplaats. En daar zeiden dus een heel, zal ik zeggen, sober dieet. Dus eigenlijk weinig voedsel en dan komt er 1 keer per jaar keiveel vogels. Ja, en dan heb je een heel dik maas, dikke vogels, eieren. Dus hier rond hebben ze een ritueel gemaakt. Deze hebben we ook teruggevonden, dat is de vogelman. Zo hebben ze dat afgebeeld. Dat ritueel is dus, ik wil vogelman worden, dus ik kies bijvoorbeeld mijn neef, sterke neef. En die moet voor mij het eerste ei gaan zoeken op die broedpad, dat dus gebroed wordt. Ik even met een tel kwijt, maar... Dus ik moet dan voor u de oversteek maken? De oversteek maken en dus met dat ei terugkomen. We hebben hier ook een fluitje teruggevonden, dus... Dat is voor dat na te doen, dus dan zitten die er zo te wachten en de dingen en... Dat is voor die vogel te zoeken. En dan moet je terugkeren met dat ei, dus al die vogels die vliegen weg, die pakt dat ei en die vliegt... die vliegt met zijn kalmen, zou ik zeggen. Dus zo ja, en dan geeft hij mij dat ei en ben ik vogel, maar dat is iets heel religieus, dus ben ik eigenlijk een soort van god voor alle mensen. En dat is dus het ritueel van de vogelman eigenlijk. Ja. Nu denk ik dat we rond zijn. Ja. En we hopen dat veel leraar is. Dat jullie er iets van hebben opgestoken. We zullen jullie ook zeker vermelden in het krantenartikel dat hierover van de week is.